Buddy! Bur! Buddy! Bur! Als hij is binnen loopt vieren. Dag buurman. Oké. Okay. Maar buurvrouw, een keer kan je ook blij zijn hoor. Want eigenlijk, ik kom bedankie boy. Hé, hey, een boy nog volgt niks. Je hebt het goed gedaan. Ik zou weten, dan gaan we maar dingen denken eten. Oh. Maar buri? Ja, mami, nu doe je morgen weer. En ik bedank me, bam, ik ga inzeren. Wacht. Maar je bent van takkier. Over een krachtversterking toch? Ik leg me uit toch? Mami, ik ga boya tori. Moet het nu, buurman? Kan het niet later? Nou, later kan ik niet. Ik moet iets anders doen, buurvrouw. Dus het zou leuk zijn als je me het nu kan uitleggen. Oké, okay, je wilt over koopkrachtversterking. Mm-hmm. Oké, okay, luister goed. Ik ga het nu nog een tweede keer uitleggen. Koopkrachtversterking resulteert in een groter besteedbaar inkomen voor de consument. Dus dat wordt ook een consument om aan bij moro? Juist. Met goed macro-economisch beleid, stabiele wisselkoers, afnemen van de inflatie en stopzetting van de monetaire financiering zou de koopkracht toenemen. Dus dit land is het Juno? Ja, de sociale partners zijn het erover eens dat koopkrachtversterking via de nieuwe belastingsmaatregelen een groter bereik heeft naar alle sectoren. Dat zou nog een boom in zijn naam. Dat vind ik ook een toelaag. U heeft het zeker over die overbruggingstoelagen en koerscompensatie? Er zijn geen andere toelagen. Oké, die zullen verwerkt worden in de lonen. Maar dat denk, trajari, unoshi denk, van je karasanbaka den toelagen moro takuslip. Dus, zolang die loononderhandelingen nog plaatsvinden, den toelagen etang. Maar dat wordt het wel een beetje complex hoor, buurvrouw. Daarom zal de overheid samen met de vakbeweging kijken naar de juiste oplossingen bij de ambtenaren en daaraan gelijkgestelden. Dus, want pensioenen worden ook meegenomen. Op pensioen toe? Mm-hmm. Maar daarover zal de Sociaal-Economische Raad eerst advies moeten geven. Maar hoe staat met die bedrijven met een CAO? CAO, bedrijven met een CAO kunnen in overleg met de vakbond eventueel hun eigen afspraken maken. Maar ze vallen wel buiten het tripartiet akkoord. Dus dat koopkrachtversterking. Trouwens, aan een koopkrachtversterking, aan koopkracht. Is niet makkelijk? Nee, aan een makkelijk. Want het dit beheerst en voorspelbaar te gebeuren. Dat wordt een land in de maf echt fout. Ze moeten scherp zijn. Yes. One fout, probleem. Probleem. Maar is goed, buurman. Ik ga naar binnen, want niet weer. Ik denk dat je het ook hebt gemerkt. Ik merk het. Misha, hier staat vie. Maar ik apprecieer het. Dat ondanks Iweri, ik heb het invleg me uit. Maar je weet, maar je hebt een afspraak. Wat afspraak, buurman? Met je toch. Buurman. Dat deed ik aan, man. Is goed. Buurvrouw, onthou. Mitchell. Ja? Goed. Abom. Hai. Hai.